Jouw tweelingziel manifesteert jou ook en wel de allerbeste versie van jou. Wij denken vaak dat alleen wij onze tweelingziel manifesteren door onze affirmaties. Maar andersom manifesteren zij ons ook. En dat doen ze alleen op een compleet andere manier. Zoals ze alles op een andere manier doen, maar uiteindelijk doen we wel hetzelfde. Want de ziel maakt altijd dezelfde keuze. Dus we manifesteren elkaar alleen wel op een andere manier. De mannelijke tweelingziel die doet dat door jou te triggeren. En dat doet hij niet bewust en niet expres, maar op zielsniveau worden er keuzes gemaakt waardoor jij je getriggerd voelt. Dat kan zijn dat je je buitengesloten voelt, dat je je niet gezien voelt of dat je je for granted genomen voelt, niet welkom voelt. Het zijn allemaal gevoelens die je hebt en dat je denkt en dat komt allemaal door die mannelijke tweelingziel. Dat lijkt misschien ook zo. En als je het misschien met vrienden of vriendinnen over hebt, dan zullen zij dat ook jou daarin bevestigen. Maar de kunst is om dan naar binnen te keren en om dan te gaan helen. Je verleden te helen. Dus niet jezelf te helen, maar het verleden te helen. De emoties die je daarbij hebt te neutraliseren. En doe je dat, dan zul je zien dat jouw tweelingziel ook automatisch hield en dat je samen weer een stuk verder komt. En dan komen er wel weer andere triggers. Maar dan heb je dat ding geheeld en dan is dat opgelost. En daaraan kun je dus ook zien dat je te maken hebt met je tweelingziel. Want als je elke keer een stapje verder komt, en ik snap dat die stapjes helemaal jou niet snel genoeg gaan. Dat je denkt, kan dat nou niet sneller? Dat kan sneller met Twin Soul School. Want uiteindelijk geloof ik dat alle tweelingzielen die dat willen toch wel samenkomen. Maar met Twin Soul School gaat het sneller en comfortabeler. Zie het als een directe vlucht in plaats van dat je steeds aan het overstappen bent en nog eens een keer vertraging. En het is wel zo dat op die directe vlucht dat er ook af en toe wel turbulentie zit. Het is niet zo dat bij ons in Twin Soul School het allemaal maar makkelijk gaat. Dus we krijgen ook onze triggers. Alleen weten we wel hoe kunnen we dat heel snel, hoe kunnen we ons snel herpakken. Ik heb daarvoor een Heal Your Past methode ontwikkeld. In de 5 jaar voor mijn union, dus vanaf de ontmoeting met mijn tweelingziel tot aan union. Ik hielde zelf ook mezelf. Soms wel dagelijks of wekelijks. En zeg dat dat nu 1 keer in de 3 weken zo is. Dus ook in je union heb je nog steeds wat aan die Heal Your Past methode. Dus die raad ik je ook aan. Het linkje zal ik hier beneden zetten. Het is de prijs van 1 coaching sessie. En in feite kun je dan zelf jezelf voor altijd coachen. Houdt het dan nooit op? Het houdt nooit op, maar de momenten worden wel korter en er zit ook langere tijd steeds tussen. Dus uiteindelijk kom je ook in die harmonious union. En dus een aantal van ons zijn dat nu al aan het ervaren, hoe het is om in een harmonious union te komen. Dus, en dat je dus niet meer zo getriggerd wordt en als je getriggerd wordt, dat je denkt, oh ja, ik weet hoe ik dat moet oplossen en ik ga naar binnen, want het is een ascensiereis. De Twin Soul Journey is een ascensiereis. En het gaat om jouw reis, om jouw innerlijke reis. En die los je dus alleen maar op door van binnen naar buiten. Dus niet naar de omstandigheden te kijken. Dat jij bijvoorbeeld wordt getriggerd door jouw tweelingziel. Of misschien iemand uit zijn omgeving. Dat je bijvoorbeeld een foto krijgt met jouw tweelingziel op een waterscooter met iemand anders. En ze houden elkaar heel leuk vast. En dat jij dan denkt, nou voel ik me weer buitengesloten. En nou voel ik me niet geliefd en niet gezien en niet gekozen. Waarom kiest iemand voor iemand anders? En zolang je dat dus nog in jouw werkelijkheid hebt, dan is er dus nog werk aan de winkel. En dat vindt natuurlijk niemand leuk om te horen. Maar dat is wel wat het dan is. Dus als je nog niet samen met je tweelingziel bent, dan kan het zijn dat er dus nog dingen uit het verleden opgelost mogen worden in jezelf. En dat kun je best wel met je tweelingziel bespreken nadat je het geheeld hebt. En dan kun je zeggen, goh, ik voelde me eigenlijk getriggerd, ik voelde me zo. En dat kwam eigenlijk daardoor. Het kwam op de pijn bovenop dat wat ooit in mijn verleden is gebeurd. En dan zal jouw mannelijke tweelingziel, als jij jouw kwetsbaarheid laat zien, altijd steunen. Terwijl als je het gaat aanvallen, hem of haar gaat aanvallen, want het komt allemaal door jou, dan zorg je juist voor separatie. Dus dat raad ik je af. Ja, dus het kan zijn helen, het kan ook zijn zelfliefde. Dus dat je nog niet genoeg voor jezelf houdt, dat je dingen nog niet genoeg aan jezelf gunt, maar wel aan anderen. Terwijl, dit leven is jouw film, dus je mag jezelf alles gunnen. Of het kan zijn dat je dus andere aannames hebt. En op zich hoef je op deze reis helemaal niet te affirmeren, want je bent je ziel en het gaat om jouw tweelingziel. Je hebt dezelfde ziel, dus je zou eigenlijk niks hoeven doen. Alleen als we niet positief affirmeren, dan affirmeren we toch.
En het kost net zoveel energie om positief te affirmeren als negatief affirmeren. Dus je kunt zeggen, oké, natuurlijk kiest mijn tweelingziel voor mij. Natuurlijk heeft hij voor mij gekozen of zij. Maar dat kost evenveel energie als natuurlijk kiest hij weer niet voor mij. En nou, daar gaan we weer. Dat kost evenveel energie. En daarom affirmeren we juist wel. Omdat we anders verwikkeld raken in dat drama. En dat weerhoudt je eigenlijk van jouw geluk. En dus ook het geluk van jouw tweelingziel. Want jouw tweelingziel is ook altijd het allergelukkigst met jou. Dus samenvattend zijn er 3 dingen die je kunt doen. Want ik kan me voorstellen dat wachten helemaal niet leuk is. Want dan voel je je soort van op de parkeerplaats gezet. Dus dat is echt niet leuk. En je kunt dus iets doen. Dat is zelfliefde. Dat is manifesteren. En wat ik ook geloof is dat doordat er steeds meer tweelingzielen samenkomen. Ik heb nu al een stel samen en die gaan samen een zorgboerderij beginnen. En zijn verleden en haar verleden komen nu samen in die zorgboerderij. De overheid denkt erover na om zelfs ook daarin bij te dragen financieel. En dat is ook wel heel mooi. Er zit echt flow op hun plan. Binnen een paar weken staat dat plan er. Ze krijgen van iedereen samenwerking. En dat is dus flow. Dat is dus wat ik bedoelde in het verleden in andere video's. 1 en 1 is 3. Jij en je tweelingziel, 1 en 1 is 3. Tenminste, als je ervoor kiest om echt samen te gaan werken. En het lijkt mij heel tof vanuit mijn verleden. Waarin ik altijd ondernemers hielp om in de toekomst Twin Souls in Union, die weer een business willen beginnen, om daaraan bij te dragen. Want ik geloof dat die tweelingzielen stellen samen de nieuwe leiders van onze wereld zijn. En daarom is het ook handig dat in het laatste stukje van jouw Twin Soul Journey dat je leert manifesteren. Want dat kan je straks heel erg goed gebruiken in jullie union. En je mag natuurlijk ook voor gewoon kiezen. Er zijn ook Twin Soul studenten die willen helemaal niks samen doen. Die willen gewoon leuk samen genieten. En dat kan ik me ook voorstellen. Het is ook leuk om met je tweelingziel te genieten. En alleen al een voorbeeld zijn van onvoorwaardelijke liefde naar je omgeving. Dat is al goed genoeg, want dan verspreid je onvoorwaardelijke liefde. En je hoeft dus echt niet bang te zijn dat er nu steeds meer twinselstellen in union komen. En dat het er voor iedereen is, behalve voor jou. Want zo werkt het niet. Juist als je dat ziet in jouw werkelijkheid, is het er ook voor jou. En hoe meer voorbeelden we hebben, hoe meer we van elkaar kunnen leren. Dus hoe sneller het gaat. Dus als er weer een twinselstel in union is, is dat alleen maar een hooray voor het collectief. En juist door die collectieve energie helen zij ook voor jou. En dat zie je ook als wij in Twin Soul School bezig zijn met puur en zuiver. Dan zien heel veel tweelingzielen dat hun mannelijke tweelingziel daar toevallig ook mee bezig is met dat thema. Dat ze daar boeken over lezen of ook een coach over spreken. Of als wij met vertrouwen bezig zijn of met vrij zijn. En we zijn nu met een boost geven, een boost aan je union. Dus ben je geïnteresseerd in deze onderwerp? Het linkje van Twin Soul School staat hier beneden. 1-op-1 met mijn werk kan ook. Maar het is natuurlijk voordeliger als je het met z'n allen doet. En de meeste mensen hebben dezelfde vragen. Dus kun je ook van elkaar leren. We hebben ook een super gaaf forum. Waar we nu ook een challenge hebben. Een soort, hoe heet de challenge ook alweer? De Good Habit Challenge. Om te kijken hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij en je tweelingziel vrij zijn van allerlei verslavingen. En bijvoorbeeld vrij van drugs of alcohol of roken of weet ik veel wat voor verslaving je wil verminderen of ervan af wil. Daar zijn wij nu mee bezig. Dus als je dat allemaal leuk vindt, doe ook mee. Fijne dag!